Bijna 5 jaar lang hebben we moeten wachten op een vervolg van Horizon Zero Dawn. Een ambitieuze open world game die samen met titels als The Last of Us, God of War, Marvel's Spider-Man en Ghost of Tsushima een kwaliteitsstempel wist te zetten op het merk PlayStation. De studio uit Amsterdam wist met een toffe setting, diepe verhaallijnen en toffe open world gameplay naar de top te klimmen als het gaat om gamingontwikkelaars. Daarom moet het ook een gigantische taak zijn geweest om een vervolg te maken op Zero Dawn. Bij elk vervolg van een succesvolle game lijkt het mij dan ook een grote balanceeract. Ga je je strikt houden aan wat de voorganger goed maakte of ga je alles omgooien in de hoop de speler te verrassen? Het mogen duidelijk zijn dat Forbidden West voor het grotendeel zich heeft gehouden aan de eerste filosofie. Dat maakt Forbidden West groter en ambitieuzer dan Zero Dawn, alhoewel het daarmee ook zichzelf wel eens in de weg kan staan. Het verhaal speelt zich 6 maanden af na het einde van Horizon Zero Dawn. De atmosfeer van de aarde dreigt volledig in te storten, mits Aloy een AI bekend als Gaia kan opstarten om het klimaat te herstellen. Uiteraard gaat het niet van een leien dakje en blijkt het te zijn dat Gaia bepaalde subprogramma's nodig heeft om in zijn geheel te kunnen functioneren. Alsof het opsporen en ophalen van deze nevenfuncties nog niet genoeg is, woedt er ook een oorlog in de Forbidden West door een nieuwe rebelse groep die, net zoals onze heldin Aloy, machines kan overnemen. Als Aloy reis je dus door een wereld gevuld met robots, steden en stammen die je hulp nodig hebben. Er zit ontzettend veel verhaal in de game. Zelfs kleine sidequests die neerkomen op hou een robot neer, hebben altijd motivaties en personages om zich heen. Het aantal dialogen in deze game is bijna ziek te noemen. Het is zo ontzettend veel. Helemaal als je als speler besluit om door te vragen over allerlei details. Dit valt op zijn allerminst indrukwekkend te noemen. Het schrijfwerk is ook van hoog niveau. Er zijn natuurlijk grenzen in hoeverre je bepaalde zijopdrachten interessant kan maken, maar aan de poging hier zal het niet liggen. Maar dat gezegd te hebben, kan het soms wel tot verveling leiden. Je bent lekker aan het ontdekken in de wereld, je ziet een uitroepteken op je map en je denkt wat extra XP-punten binnen te halen. Vervolgens word je getrakteerd op 15 minuten dialoog. Ik heb vaak genoeg bij dit soort quests de skipknop ingedrukt. Het is alsof de schrijvers niet te stoppen waren, terwijl het soms echt wel wat minder mag zijn. Mijn geklaag daar gelaten, de dialogen die er echt toe doen, waarbij personages neergezet worden of deze groeien in een rol, zijn heel erg tof. Het aantal personages is ook gevarieerd. Zo vind ik het tof dat Aloy geen blanco heldin is, waarbij letterlijk alles bepaald wordt door de speler. Soms was ik het totaal niet eens met hoe zij zich gedraagt, maar dat is ook een keertje fijn. Dit keer laat ze wat meer mensen toe om mee te doen met haar grote zoektocht, en deze personages groeien dan ook gedurende het verhaal mee. Ze ontdekken meer over de oude science fiction wereld, en ik vond het ook heel tof om nieuwe stammen tegen te komen, ieder met hun eigen geloof, regels en her en der opvallende eigenaardigheden. Als je dus op zoek bent naar een open world game die toffe verhalen vertelt, dan zit je goed met Horizon Forbidden West. Dat gezegd te hebben wil ik toch nog iets kwijt over de hoofdverhaallijn. Het is gewoonweg niet zo interessant of schokkend als de eerste game. Dit kan je de schrijvers nauwelijks kwalijk nemen, want de wereld die is neergezet in de vorige game is zo ontzettend tof dat je daar met een vervolg heel moeilijk overheen kan. Maar weet wel dat het verhaal in deze game niet dezelfde plot twist heeft als Zero Dawn. Al is het alleen maar omdat we al veel meer weten over het hoe en wat van deze wereld. Dat mysterie verdwijnt een klein beetje, Forbidden West probeert er overheen te gaan en het is helaas afwachten tot het derde deel of dit daadwerkelijk zijn vruchten gaat afwerpen. Horizon Forbidden West is, net zoals de voorganger Zero Dawn, een third-person open-world actiegame. Je reist door de wereld waarin je verschillende opdrachten moet uitvoeren. Dat kan neerkomen op het neerhalen van machines, het afmaken van een groep bandieten of het bereiken van bepaalde plekken. Zoals gezegd zijn er tientallen opdrachten die je kan voltooien. Het kleinste deel hiervan dragen bij aan de hoofdverhaallijn, maar de andere zijn ook nuttig om te doen. Aloy kan namelijk levelen, waardoor je skillpoints krijgt en je maximale gezondheid omhoog wordt gekrikt. Als iets gezegd kan worden over Forbidden West, dan is het dat het alle systemen pakt van Zero Dawn en deze uitbreidt. De basis gameplay blijft natuurlijk hetzelfde. Aloy kan verschillende wapens meenemen waardoor ze tegen robots of mensen kan vechten. Met name de machines zijn wederom gaaf. Met een scanoptie kan je zien welke onderdelen zwakke plekken zijn en is het aan jou om juist deze doelwitten te raken voor veel schade.
Forbidden West heeft het aantal type machines flink uitgebreid. Van irritante rondspringende apenrobots tot gigantische mechanische cobra's. De machines hebben ook verschillende variaties, zoals de gevreesde Apex-variant die ontzettend sterk is. Niet alleen hebben machines zwakke plekken of onderdelen die je eraf kan knallen, de meeste hebben ook bepaalde elementen waar ze niet tegen kunnen. Je wapens kunnen namelijk uitgerust worden met verschillende type munities die bijvoorbeeld vuur, ijs, schok en andere type schade kunnen aanrichten. Forbidden West breidt het aantal elementen uit met onder andere plasma en zuiver water. Ik moet zeggen dat het aantal elementen nu ietsjes over de top gaat. De kans dat je alle elementen uitgerust kan hebben is namelijk zo goed als niet aanwezig. Nu is het niet zo dat de game onmogelijk wordt hierdoor, maar ik vond het jammer dat ik zelf nooit de motivatie voelde om met alle elementen te experimenteren. Waar Guerrilla Games ook overboord mee is gegaan is met de upgrades van wapens en armor. Deze kun je dus nu effectiever maken door verschillende grondstoffen te verzamelen. Dit is in principe goed, maar de latere upgrades voor je gear verwachten van je dat je specifieke onderdelen van de sterkste machines af gaat schieten. Soms is dit zo over de top dat je uren bezig kan zijn met één upgrade. Is dat het waard? Absoluut niet. Dat maakt het zonde, want dan ga ik ook niet jagen voor die upgrades. Nu is het wel zo dat de lol niet bedorven kan worden door dit soort minpunten. De gevechten met de gigantische robots is nog steeds een briljant aanzicht en als je in de flow van de game zit kan het heerlijk zijn. De manier hoe je gevechten aanpakt hangt voor een groot deel van jou af. Zet je eerst allerlei vallen neer en welke wapens ga je gebruiken? Want over wapens gesproken, er zijn veel meer type wapens toegevoegd in Forbidden West die net iets anders werken dan je standaard pijl en boog. Wat de combat tegen machines wel kan verpesten, is hoe Aloy omgaat met schade. Vele confrontaties zijn zo opgezet dat je tegen meerdere type machines moet vechten. Aan zich geen probleem, waar het niet dat Aloy door vele aanvallen neergehaald kan worden. Het komt zo ontzettend vaak voor dat vijanden besluiten om je weer aan te vallen op het moment dat je opstaat, wat trouwens best lang kan duren. Waardoor je dus weer omvalt. Dit zijn ontzettend frustrerende momenten die voor pure rage zorgden. Ik zat alleen maar naar mijn tv bij sommige gevechten. Oh, oh, daar gaat ze weer. Oh, oh. Dan lijkt het alsof dat het enige is wat je kan doen. Je kan niks doen. Je hebt genoeg middelen om wel je health te blijven herstellen, maar het is gewoon irritant. Het zijn geen leuke confrontaties. Nog een uitbreiding is dat elk type wapen nu een paar abilities hebben. Zo kan je met de meest standaard pijl en boog bijvoorbeeld een volley van pijlen op de grond schieten. Dan krijg je een soort area of effect. Maar je kan er ook voor kiezen om meerdere pijlen op je boog te zetten. Zodat je een soort van double, triple damage kan doen. Daarnaast heeft Aloy nu ook toegang tot wat ik zelf ults heb genoemd. Dit kan zijn dat je bijvoorbeeld tijdelijk meer schade toebrengt. Of degene die ik gedurende de hele game heb uitgerust. Die je continu automatisch blijft healen. Er zijn heel veel van dit soort type abilities. Ook wederom over de top te zijn er veel te veel. Terwijl je ze nooit allemaal gaat gebruiken. Niet alleen zijn er gevechten tegen robots, maar ook tegen mensen. Guerrilla heeft geprobeerd om de gevechten hier wat gevarieerder te maken. Er zijn veel basissen die je kan aanvallen. Je kan ervoor kiezen om dit met stealth aan te pakken, waarbij je doelwitten één voor één uitschakelt. Maar zoals je wel kan raden, kan je ook volledig Rambo-mode gaan en gewoon zichtbaar voor de poorten gaan staan van kom maar halen. Sowieso ben je noodgedwongen om los te gaan zodra je ontdekt bent. Vechten tegen mensen is natuurlijk minder interessant dan tegen machines, maar ook hier zijn pogingen gedaan om het leuker te maken. Zo is de melee combat aan zich aangepakt. Aloy kan nu daadwerkelijk combo's uitvoeren en heb je variaties van lichte en zware aanvallen. Zo kan je bijvoorbeeld ook haar speer opladen en als het eenmaal zover is, kan je met een zware aanval energie overdragen op een vijand. Hier moet je vervolgens op schieten met een pijl om er een zogeheten resonator knal van te activeren die veel schade doet. Het klinkt allemaal ontzettend ingewikkeld en dat is het ook gezien de functionaliteit. Je merkt misschien dat ik het woord uitgebreid veel gebruik, want dat is het ook. Het is in zijn basis de gameplay van Zero Dawn, maar dan met heel veel plusjes. Plus dit. De plusjes komen ook voor in hoe Aloy door de wereld kan reizen. Alle foefjes zoals fast travel of het bereiden van machines, die zijn er weer. En nieuw zijn een grappling hook en een glider. Die laatste is iets wat je veel gebruikt tijdens het spelen. Het maakt de platforming veiliger en stabieler op de een of andere gekke manier. Ja, je krijgt er een beetje Breath of the Wild vibes van, maar ik zie niet hoe dat een minpunt is. De grappling hook gebruik je helaas niet tijdens gevechten, gemiste kans, maar tijdens puzzels en vooral met het beklimmen van muren. En dat laatste is heel erg nodig, want het klimmen aan zich is
sorry dat ik het zeg, kut gedaan. Aloy kan op vele bergen en muren klimmen en na een korte scan kan je zien, wordt allemaal met geel aangegeven, wat Aloy kan vastpakken. In theorie, hoe vaak ze wel niet naar een andere kant klimt terwijl ik met de tegenovergestelde richting in ram op mijn analoge stick, dat is echt heel erg vaak voorgekomen. Het klimmen voelt nog steeds klungelig en dat maakt het verkennen van veel gebieden een onaangename klus. Wat ook nog wel tof is om aan te kaarten zijn de zijactiviteiten in de game. En dan heb ik het niet over de sidequests, waar er veel van zijn, maar andere echte activiteiten, zeg maar. Zo is er een uitgebreide turn-based strategy game die je tegen meerdere personages in de wereld kan spelen. Gedurende de game kan je hier verschillende schaakstukken voor halen, zodat je je eigen arsenaal wat dat betreft kan uitbreiden. Daarnaast zijn er arena-gevechten, jachtgebieden waarbij je specifieke dingen moet doen, Mario Kart-achtige machineraces en zijn er puzzels waarbij je door de ruïnes van de oude wereld moet zoeken. De grootste verbetering van Forbidden West op dit gebied is dat elke objective niet langer een gevalletje ga erheen en pak dit op is. Meestal is er een bepaalde puzzel of platformstuk aan gelinkt. Denk aan de Tallnex bijvoorbeeld. Dit zijn grote machines waar je op moet klimmen om een groot gedeelte van de map te onthullen. Zeg maar de Ubisoft-torens, maar dan niet van Ubisoft. In de vorige game was dit steeds hetzelfde riedeltje. Je klimt erop, dan neem je hem over en dan zie je de map dus. Maar in Forbidden West is er elke keer een andere uitdaging die daaromheen gebouwd is. Dit is heel erg tof en houdt zelfs de meest stereotype open world clichés een beetje verfrissend. Al met al kan gezegd worden dat de gameplay van Forbidden West het beste te vergelijken is met zo'n routekaart die je kan uitvouwen. Je begint met spelen en dan kan je het nog bevatten, maar hoe verder je zo'n routekaart uitvouwt, dus hoe meer je ontdekt, hoe ingewikkelder het kan gaan worden. Tenzij je dan inzoomt op één stuk. De game biedt veel, daar is geen twijfel over mogelijk, het breidt gewoon heel veel dingen uit. Maar het verfrissende is er wel een beetje van af als we kijken naar de basis. Net zoals met het verhaal kan je dit de ontwikkelaar niet echt kwalijk nemen, want het is Zero Dawn, maar dan meer, meer en meer. Maar ietsjes meer risico nemen op gameplaygebied, dat was wel leuk geweest, denk ik. Voordat Horizon Forbidden West uitkwam, ben ik best kritisch geweest over het project. En dan met name hoe lang Guerrilla erover heeft gedaan om het te maken. Ik bedoel, het is een dikke uitbreiding op Zero Dawn. Hoe moeilijk kan dat zijn? Ik kan je zeggen dat mijn mond gesnoerd werd toen ik eenmaal begon met het spelen van Forbidden West. Ik heb op de PlayStation 5 gespeeld in de Performance Mode. Deze zorgt voor een heerlijke 60 frames per seconde, dus alles loopt prachtig soepel. En wat mij betreft gewoon dé manier om actiegames te spelen. Ook al moet ik daarvoor raytracing effecten of een dikkere resolutie daarvoor opofferen. Horizon Forbidden West is een prachtige game. Ik was in shock over hoeveel detail op je scherm getoverd wordt. Het pak je bij je shirt en neemt je helemaal mee naar deze gruwelijk mooie wereld. Ook al is deze game ook te spelen op de PlayStation 4, kan ik toch wel zeggen dat dit zo'n titel is die je moet spelen op de current gen. Als er ergens een grote stap vooruit is gezet ten opzichte van de voorganger, dan is het op presentatiegebied. Ik kan natuurlijk op elk detail ingaan, maar je hebt nu al een aantal minuten zitten kijken naar de game en ik denk dat dat de lading wel dekt. Het enige wat ik wel wil zeggen is dat het soms zoveel detail is dat je daardoor sommige dingen niet kan zien. En dan heb ik het met name over de menselijke vijanden. Ik moest elke keer maar gewoon een scan aanzetten om te weten waar de fuck ze nou waren, want je kan ze gewoon niet zien. De atmosfeer in de game is heerlijk en ik vind het dan ook tof dat de wereld veel variatie heeft. Woestijnen, ijzige gebergten, maar ook tropische stranden zitten allemaal in de Forbidden West. Het is ook cool om te zien hoe Aloy aan het zweten is in de gebieden waar de temperaturen hoog zijn, om haar adem te zien in de omgevingen waar het onder de 0 graden is. Aloy is iemand die veel commentaar geeft op haar omgeving en ook in welke situatie ze zich bevindt. Soms is dit heel erg handig, omdat ze bijvoorbeeld aangeeft dat er nog iets is wat je moet ontdekken in de ruimte waar je je bevindt. Maar er zijn zeker ook momenten wanneer dit super irritant wordt. Dan sta je op een platform en weet Aloy meteen je te vertellen dat je naar beneden moet gliden. Laat mij eerst zelfs gewoon even spelen, joh. Jeetje, laat me gewoon even rondkijken voordat je meteen commentaar gaat geven. Ik kan me herinneren dat haar gepraat al enigszins is ingeperkt in een patch, maar alsnog is ze veel te snel met het droppen van hints zodra je een gebouw binnenstapt. Het is alsof zij een of ander dagboek moet bijhouden waarbij ze alles moet opschrijven, maar dat dan aan je dicteert.
het wordt gewoon een beetje too much. Als het gaat om de vele gesprekken die je voert, is het ook fijn om te kunnen zeggen dat de lip-sync en gezichtsanimaties ook flink verbeterd zijn ten opzichte van de vorige game Zero Dawn. Het is niet allemaal gemotion captured en perfect, maar het is nu niet awkward meer om naar te kijken. Dat gezegd te hebben, de voice acting is van zeer hoge kwaliteit en de soundtrack is zo fucking goed. Het is muziek die de beelden en actie op een goede manier complimenteert. Horizon Forbidden West klinkt en oogt dus fantastisch. Het is moeilijk om hier iets op aan te merken, behalve dan de punten die ik net genoemd heb, wat je natuurlijk wilt in een game als deze. Die typische PlayStation kwaliteit, veelal aanwezig. Horizon Forbidden West is een titel die in geen enkele videogaming-encyclopedie gearchiveerd gaat worden als een revolutie binnen zijn genre, of wat dan ook. Wat deze game vooral als uitdaging had, is om een verbetering te zijn op Zero Dawn. Dat is het zeker weten ook, op vele fronten zelfs, maar de game dreigt wel heel erg op die grens te zitten. Grootser is niet altijd beter en er zijn zeker momenten waarbij deze titel dat statement beaamt. Dat terwijl er bepaalde irritaties zaten in de eerste game die niet zijn opgelost. Maar dat zijn minuscule momenten ten opzichte van tientallen uren pracht en praal. De gevechten zijn nog steeds tof, het verhaal van Aloy en de wereld om haar heen is nog steeds boeiend en als het iets doet, dan is het de speler naar meer laten snakken. Het mogen duidelijk zijn dat als je Horizon Zero Dawn nog niet hebt gespeeld, je die zeker weten als eerste moet gaan doen voordat je dit opstart. Ik denk dat het ook gezond is om wat afstand te hebben tussen Zero Dawn en Forbidden West, omdat vele elementen anders wel heel erg bekend voor gaan komen. Er zijn zeker stappen vooruit die hier zijn gezet en daar verdient Guerrilla Games alle lof voor. Zelden heb ik het idee dat de game iets achterhield wat een vorig deel wel had, iets waar voornamelijk Ubisoft open world games tegenwoordig slachtoffer van zijn. Looking at you, Far Cry 6. Dit is zeker wel een paar niveaus daarboven. Nu hoop ik wel voor deel 3 dat er meer risico's genomen gaan worden. Want als je kritiek moet hebben op Forbidden West, dan is het dat het iets te safe speelt en vooral dingen uitbreidt, maar niet per se echt iets nieuws toevoegt. Desalniettemin is dit een PlayStation 5 must play. Een prachtige game die ongetwijfeld bovenaan veel Game of the Year lijstjes gaat staan. Hey, bedankt dat je hebt gekeken naar deze review over Horizon Forbidden West. Wil je meer content zien? Abonneer dan op dit YouTube-kanaal. Laat weten in de comments wat je dan van vindt. En bekijk natuurlijk meer. En check voor nog meer en nieuws gamergeeks.nl.